En dan, deze maand is het precies 1 jaar geleden dat het coronavirus ontstond. Ah, wat gaat het hard, hè, in het eerste jaar. Ja, het is zwaar hoor, maar je krijgt er zoveel voor terug. Maar ik zat te denken, hoe zou het zijn als mensen uit 2019 konden kijken naar de wereld van 2020? En er zijn nu bijvoorbeeld reclames op tv waar we 1 jaar geleden niet van hadden begrepen. Kijk hier even naar bijvoorbeeld met de ogen van 2019. Hier. 50 drielaags mondkapjes vanaf slechts €14,99. Iedereen in Nederland blijft thuis en mijt sociale contacten. You're riding high in April, you're shot down in May. Geen piek deze kerst. Kruidvat. Dag kids van de Neptunus, hoe gaat het met jullie? Dag kids van de Neptunus, hoe gaat het met jullie? Wij zijn van basisschool De Aarde, we komen in vrede. Dit is super weird als je niet weet wat er aan de hand is. Sowieso is de tv van nu onherkenbaar voor mensen van 1 jaar geleden. Hier, dit was deze week. Paul de Leeuw en Astrid Joost, een nieuw vrijdagduo op 1. Wat is een vrijdagduo? Wat is op 1? En wat voor programma wordt dit? Ranking de kennisquiz? Want echt, als je nu een talkshow aanzet, je hebt geen idee wat je te wachten staat. Hey Fie, dan weet je nog, toen we hier aan begonnen. Wist ik toen dat ik hier moest zingen, was ik toch nog afgehaakt. Als ik dit 1 jaar geleden had gezien, had ik gedacht, welke sadistische talentenshow heeft John de Mol nu weer verzonnen? En we leven in 2020, dus we zijn er al een beetje aan gewend dat we voortdurend dingen op tv zien die eigenlijk krankzinnig zijn. Maar dan ga je toch afvragen, hoe ziet de wereld eruit als we weer 1 jaar verder zijn? Misschien zijn er dan spotjes op televisie die we dan heel gewoon vinden, maar waar we nu nog niks van kunnen snappen. Nederland gaat door een moeilijke periode. Als iedereen de maatregelen opvolgt, kunnen we onze linkshandigen beter beschermen. Dus hou je aan de regels. Strik je veters, bij honger blijf zitten en draag oorwarmers in woningen tot 4 ton. Alleen samen krijgen we die rotbeesten onder controle. Vanavond in F onderschatten we het gevaar van blauwe kleding. Maurice de Hond denkt van wel, geluidstechnicus Rob van Bavel denkt van niet. Waarom zijn er nog steeds te weinig theedoeken? Staatssecretaris Werner is de gast. Klaas Knot denkt dat klittenband niet nodig is als iedereen gewoon zijn veter strikt. En wat betekent het overlijden van president Pence voor de Amerikaanse burgeroorlog? Vanavond in F op NPO Extra 8K plus Extra 24. Bij Jumbo nemen we uw veiligheid serieus, juist in deze tijd. Daarom zijn al onze winkels nu volledig geluidsdicht en ligt overal beige vloerbedekking. Jumbo, veilig winkelen voor iedereen. Nu bij Zenox. Wegwerp klittenband. Voor als je met de tram wil, maar geen oorwarmers hebt. Zenox. Ja, ja. Kipkorrens, kroketten, friet, snackbar Dijkhoff. Is toch niet zo heel raar, of wel? Zelf. Nu bij Gamma. Lever al je blauwe handdoeken in en krijg er 15 rollen ducttape voor terug. Ook te gebruiken als niet-medisch klittenband. Echt Gamma. Camperstallen. Het kan bij camperstalling de oude Ziggo Dome. Een historische locatie voor 250 campers met een geweldige akoestiek. Art Ruxia heeft iets nieuws. Nieuws. De Querulan Optimum voor je Rimulus 2. Spijven was nog nooit zo rit. Bestel nu en krijg gratis een Bondo Pooldown cadeau. Art Ruxia, de beste spijf voor de laagste blonks. Vanavond in Zembla, 1 jaar na de bijzetting van prinses Beatrix. Hoe kon het gebeuren dat Typhoon achterbleef in de afgesloten grafkelder in Delft en pas na 2 weken werd gevonden? En waarmee hield hij zich in leven? Een reconstructie van een optreden met desastreuze gevolgen. Vanavond na Villa Osterhaus, een nieuwe aflevering van Dion, Dione en Dionne. Kunnen doorzichtige lakens ons verlossen van de 17 graden samenleving? Maurice de Hond denkt van wel, Rico Verhoeven denkt van niet en is er een beetje klaar mee. Student Eenvoudige Systemen Bart Slager werd wereldberoemd met zijn artikel over de zaag en het hupje. Diederik Gommers over een nieuw seizoen van Chateau Gommers. En muziek van de huisband Renze en de Klamers. Vanavond bij Dion, Dione en Dionne bij Poont NCRV op NPO 6. Direct na de documentaire 1 jaar lang niks gewonnen over Frank de Boer. Hoi, klik hier. Ja, iedereen weet hoe dit werkt. Dat toch? Ik kan maar beter meteen to the point komen. Er moet een heel verhaal ophangen. Iedereen weet gewoon hoe dit werkt. Klik ergens, ja toch? Moet jij nog iets uit de keuken trouwens?